Oké, Jorik. Ja. Dit is hem dan. Ja. De Halloween doos. Ja. En we gaan eens even voelen met onze handen wat het allemaal is. Oh ja, ja, het is slijmerig. Oeh, het is wel glibberig. Ja, het is wel glibberig, ja. Zo. Voelt een beetje gooey. Ik durf het niet aan te raken. Heb je het nog niet aangeraakt? Nee, ik durf het echt niet. Ik durf het niet. Het voelt een beetje chemisch aan. Oei, oei. Ja, dat dacht ik al, ja. Wel een beetje bekend. Ik dacht eerst honing, maar... Nee, ik heb hier iets vast. Het lijkt op iets van een spersieboon of zo. Nee, ik durf het niet. Heb je daar nog steeds niet gedaan? Nee. Stik je hand erin. Ik durf Steek je hand erin, gaat het zo wassen. Ja, het voelt een beetje als die pennenpasta. Maar... Ja, het voelt net alsof het een grote poot is. Ja. Ik denk, ene al weet, zit er zo pennen in van pasta. Ja, spersieboon natuurlijk. Als ik erin... Oh nee, ik weet het. Jorik. Wat? Ik weet het. Wat is het? Het, het zijn pennen. Maar waar zit het in? Ketchupachtig. Dat zou heel goed kunnen inderdaad. Laat ik jouw hand aanraken. Ja, kom maar, hier. Wat de fuck? Ik denk een saus. Ik gok dat het pennenpasta is. Met tomatenketchup. Jullie mogen kijken. Geen vla. Dat was leuk, hoe dat. Nou, laten we beginnen. Oh, ik weet wat. Oh. Oké, okay, ja. Even kijken ja. Of er nog iets in zit. What the fuck is dit? Het is rijst. Het is fucking rijst. Ik denk iets met rijst, maar wat? Ja, nou, ik weet precies welke rijst. Ik weet het niet. Ik vind het ook een beetje... Vies. Te klein. Ik denk ook maak ik aan honing. Ja, want van honing. Nou, dit zou wel honing kunnen zijn. Couscous of zo. Aarde. Het is in ieder geval een beetje plakkerig. Gas, aarde kunnen niet plakken. Beetje honing. Wij gokken op rijst. Klaar? Ja. Dit was nachos in scheerschuim. Oh, oh. Scheerschuim met nacho chips? Eww. Hoe moet iemand dat ooit raden? Maar hoe het voelde was wel alsof het couscous was. Let's go. Here we go, dude. Ah, gadverdamme man! Oh, nee. Dit is klein. Dit is klein. Hier, sappen. Dit... Ik denk oprecht rabarber. Ik heb hier een stukje. Wat? Nee, doe dat niet. Doe dat niet, ja. Nee. Ja, dit is echt heel ramzig. Ja, het voelt niet slijmerig. Een beetje plakkerig. Superleuk dit. Om dood te gaan van binnen. Ik voel ook iets hards tussen zitten. Oh, ik ruik het ook al. Het ruikt echt smerig. Ja, er zit echt heel veel losse dingen in. Ja. Jorik. Wat? Je moet er eentje pakken en dan in knijpen. Nee, doe dat dan niet. Dan weet je gelijk wat het is. Nee. Mandarijn. Als jullie nou zouden gokken, wat zou je nu gokken? Scheerschuim met... Met rabarber. Rabarber. Bla met spruiten. Dit zijn mandarijnen in matte ontbijtkoek. Ah. Ja, verdammer. Kijk, dat is creatief. Fuck. Je moet zijn handen zo in gaan steken, hè?